Juan Martin Del Potro serveert. 1-2 is het in de eerste set. De Fransman Beneteau begon sterk aan deze finale van het 40ste ABN AMRO tennistoernooi. Kwam met 2-0 voor, brak dus al vroeg in de wedstrijd de opslag van de lange Argentijn. Die vorig jaar hier in de finale speelde tegen Roger Federer en verloor. Maar hij trekt de zaken recht, breekt direct terug, komt op een 4-2 voorsprong. Breekt dus zelfs tweemaal op rij de opslag van de Fransman. En ineens heeft hij de touwtjes heel strak in handen. Prachtige bal, deze slice backhand langs de lijn. Dan wordt het 5-4 voor Del Potro en serveert hij voor de eerste set. En we zien een aantal lange slagenwisselingen die over het algemeen uitpakken in het voordeel van de nummer 7 van de wereld. Dit is er zo één. En u ziet al de posities van de beide mannen. Beneteau wat verder achter de baseline. Del Potro probeert in de buurt van die achterlijn te spelen om, als het kan, het initiatief te nemen. En dat doet hij hier. En dan wordt het voor de Fransman toch wel een hele lastige klus om het allemaal bij te sloffen. Maar dit is een hele belangrijke misser. U ziet de stand 15-0. Het had 30-0 kunnen zijn. Maar mist dan, nadat hij het punt prachtig naar zijn hand zet, die uit de lucht gepakte voorhand. En dan draait in één keer de wedstrijd om. Het wordt 15-40 en nu zijn er dus breekpunten voor Beneteau. Die in één keer het beste van zijn spel laat zien. Die gaat ernaast en zo komt de Fransman langs zij. Het wordt uiteindelijk 6-6 en de tiebreak gaat de beslissing brengen. En daarin zijn al vroeg in de tiebreak mini-breaks voor de lange Argentijn. Het wordt 7-2, een overtuigende winst dus van deze tiebreak. En dan de tweede set met al vroeg een break in de tweede game voor Del Potro. Dit is de derde game, daarin is een breakpunt voor Beneteau. Maar dat benut hij niet. Del Potro is accuraat op de belangrijke momenten van de wedstrijd. Loopt dan uit naar een 5-2 voorsprong. En dan is het zelfs 0-40 en zijn er dus matchpoints voor de Argentijn. Maar ook op dat moment is Beneteau weer ongenaakbaar. Nog één matchpoint over van de drie. Nee, en deze gaat er net niet overheen. 40 gelijk. Weer komt hij terug vanuit een achterstand. Het gevecht is intens in deze fase van de finale. Ja, en een prachtige backhand langs de lijn. Hij valt achterover om ruimte te maken voor de bal. Hij krijgt de bal precies langs de lijn geslagen. Komt een game terug naar 5-3. En dan gebeurt er dit. Ineens is daar een bloedneus aan de kant van de Argentijn. Dat heb ik al eerder gezien, moet ik zeggen, in wedstrijden van Del Potro. Dan komt de toernooidokter de baan op, Babette Pluim. En dan wordt er een dotwatte in het rechterneusgat gepropt. En dan zou je zeggen, dat gaat hem lucht kosten, zometeen in de volgende game. Waarin de Argentijn serveert voor de wedstrijd. De eerste twee punten pakt hij makkelijk. 30-0. En dan deze rally. Een hele lange slagenwisseling. En dat valt natuurlijk niet mee. Als je maar één open neusgat hebt. En dan de meters maakt. We krijgen een hele lange slagenwisseling te zien. Met daarin een hoog tempo van beide kanten. En uiteindelijk gaat Beneteau in de fout. En krijgt Del Potro hier opnieuw matchpoints. De prop. Wat er gaat uit het neusgat. Bloedneus is gestopt met bloeden. Hij heeft alle lucht nodig die hij maar kan inademen op dit moment. Vijfde matchpoint voor Del Potro. En met een ace maakt hij een einde aan de wedstrijd. En wint hier het 40ste ABN AMRO tennis toernooi. Vorig jaar bleef hij hangen in de finale, verloor van Roger Federer. Dit jaar gaat hij een stapje verder. En pakt zijn 14e titel uit zijn carrière. Maar we moeten toch krediet geven aan de Fransman Julien Beneteau, die onder andere Roger Federer versloeg en een uitstekende week had hier in Rotterdam.